Beste mensen, mijn naam is Feiko Westra, eigenaar en meubelontwerper van Meubelfabriek Westra. En in deze aflevering, aflevering 26, laten we een brandweertafel zien. Een video uit 2021, die we ook beslist even laten zien. En we hebben heel veel freeswerk, heel veel meubels, heel veel kasten en dat soort dingen. Dus ik zou zeggen, veel kijkplezier in de wieken van de Westra's. Nou, het is maandagmorgen en direct al de eerste bladen worden weer geschuurd en gevreesd. Het is ongelooflijk ergst. Hé? Max die is druk aan het frezen voor Robbie. En onze Jouke die is alweer druk aan het schuren met een heel groot tafelblad. Kijk, ze maken nu een deensovale tafel. Tjongejonge, wat gaat dat mooi, niet? Wat gaat dat op deze manier, als je het zo freest, makkelijk? Nou, onze Jouke die is druk aan het schuren. Ik weet zo niet. Met een massieve eiken blad zie ik wel. Ja, het is maandagmorgen. We hebben vorige week heel wat verkocht. Het is onvoorstelbaar, zo voor de bouwvak. Het is... Deze week is het de 26e aflevering. We hadden vorige week zaterdagavond hadden we de 25e aflevering alweer online gezet op YouTube. En het is onvoorstelbaar dat ik dan alweer nu op de 26e week zit met het vloggen. Hé? Nou kijk, daar zie je Jouke dus schuren. Zo schuren wij de bladen hier. Dit is wel een heel breed blad moet ik zeggen, want de schuurmachine die kan in principe 1,30 breed schuren. Dus dit is zeker eentje van 1,25 breed. Nou en op zich, jongen, gaat zo mooi zwart. Mooi zo, hè? Nou, zullen we straks weer eens even in de fabriek kijken, hè? Alweer een nieuwe tafel in de showroom gekregen. Vorige week vrijdag hebben ze deze deensovale tafel fremd hebben ze gemaakt. En moet je eens kijken, hè, wat een pronkje. Dat notenhout dat leeft ook echt heel mooi. Hè? Schitterend. Ja. Nou, alweer de maandags. Hè? Geweldig, no? Jouke is druk bezig aan het schuren. Met een breedbandschuurmachine en moet kijken hoe mooi vlak hij het dan krijgt in dat hout. Oeh, wat een raar geluid. Een facetrand frezen. Moet kijken. Hey. Vroeger deden we dit met de hand, maar tegenwoordig kan dat niet meer. Qua tijd en dat soort dingen. En je wil natuurlijk ook die CNC maximaal gebruiken. Ah jong, gaat zo mooi wat. Onze Marco die is alweer druk op formaatzaag aan het zagen. Nou, het is allemaal leven hier in de meubelfabriek. We zijn weer druk aan het schuren met panelen. Robbie en... Onze Max die zullen nu weer een deensovale tafel frezen. Weet ik niet dat er een facetrand... Ja, komt ook een facetrand aan. Ah jongen, dat gaat helemaal goed komen. We moeten even kijken hoe mooi systemen we daar ook voor hebben. Om zulks op die cups te krijgen. Hè? Gaat hartstikke mooi om. Nou, we zullen straks nog eens even een keer wat filmen. Dat is weer een heel mooi stukje hout. Nou... Zoals ik wel vaker in de vlag heb laten zien, dan doen we de eerste keer altijd 20 mm dik. En ik zeg het maar steeds weer, dat doen we in principe, kijk, om dus die CNC en de frees, om die, we willen hebben liever een langer behoud van de machine. En dan kun je in één keer wel frezen en dat kan die ook makkelijk trouwens hoor, maar ach, voor ons heeft dat geen nut.
Wij maken geen 100 tafels in een week, om het zo maar te zeggen. Dus daar kun je beter wat langer ermee doen dan het maar even snel doorvreten. Kijk, hij heeft nu 2 mm door het blad heen. Het lijkt dat dit zo mooi, hè? Moet je zien. Huppatee. En klaar. Ach jong. De eerste slag die heeft hij nu gedaan. En Max die heeft er een pauze in gebouwd zodat ze nu het afvalhout eraf kunnen halen. En vervolgens drukt hij straks weer op dat kleine groene knopje. En dan gaat hij eerst nog even met een strijkfrees de rand lekker glad maken. En daarna nog een facetrand. En dan hebben we alweer een Deens ovaalblad. De zoveelste vandaag op maandag alweer. Deze week zijn we trouwens de vrijdag is al gesloten. De laatste dag voor de bouwvak, zeg maar. Dus het is voor de jongens nog 4 dagen werken. En dan is het gebeurd eerst voor het eerste halfjaar. Hey? En dan hebben we 3 weken vakantie. Ach jong. Nou goed. En hier in Expeditie 2 zijn ze alweer bezig met een hele mooie wandkast. Een wandkast weer compleet op maat met een losse audio wagentje erin. Want er komen nog wat wieltjes eronder met nog een plintje. TV komt daar in die ruimte. En deze is helemaal opgebouwd uit 20 mm massief eikenhout. En die zullen we waarschijnlijk naar de bouwvak gaan leveren. Maar ziet er al goed uit. Groot ding ook trouwens. Meubelmaker Jouke die heeft inmiddels alweer een paar tafels in de olie gezet. En is nu druk bezig met een kast. En moet je eens kijken, hier staan alweer 3 prachtige, hele mooie frentonderstellen. 2 noten en een massief eiken en een pre-color van Monocoat. Op de achtergrond hoor je het scherpe bijtelgeluid van de CSE. En daar gaan we nu even heen. Even kijken hoe de facetrand is gelukt, zeg maar. Hij heeft de facetrand er inmiddels aan. En wat hij nu doet, dat is een V-groefje maken. En waarom doen we daar een V-groefje nog in de onderkant? Dat is puur om het onderstel bij het bezorgen straks wat makkelijker en sneller te kunnen plaatsen, zeg maar, onder zo'n tafelblad. Maar wat een lawaai, joh, maakt zo'n facetrand. Kijk, die doen we ongeveer 1 mm of 2 diep. En dan 2 van die hardlijnen erop en hopsatee, klaar. Hé hey, jongen, moet je eens kijken, zo mooi. Nou, het is alweer aan het einde van de maandag. En die jongens die hebben vandaag best wel heel veel gedaan. Ik moet ook zeggen dat ik het zelf ook smorende druk had met programmeren en heel veel facturen verstuurd. Want we hebben best veel verkocht vorige week en van het weekend toch veel webwinkelopdrachten. Maar het is de laatste week voor de bouwvak. En de jongens die hebben nog 3 dagen. En dan moet er nog heel wat gemaakt worden en afgeleverd worden, moet ik zeggen. Maar het is nu eerst tijd voor een hapje eten. Dus ik zou zeggen, morgen. Tot morgen. We zijn druk bezig met een mooi naamplaatje te maken. En dat komt op een zogenaamd woordhuisje. Een woudhuisje zeggen ze in het Nederlands. Maar wij zeggen liever woordhuisje in het Frieske. En deze gravering dat wordt in een notenhouten plank gemaakt. En dat heet dan Ones Huisje. Nou, we zullen zien straks met het frezen. Voor het eerst dat wij trouwens zo diep met een veegroef maken. En het idee is eigenlijk een beetje dat we dat idee krijgen. Hè? Van zo'n bordje wat je daar ziet, zeg maar. Hè? Dus, nou, ik ben benieuwd hoe het eruit komt te zien straks. Hè? Nou, het is alweer dinsdag. En er staan alweer heel wat tafel friends. Staan er alweer klaar. En heel wat andere meubels allemaal. Lahavres, kasten, bladen en dat soort dingen. En tjongejonge, wat zijn we er wijs mee. Ik wil eens even zien dat het lukt dat ik hem kan switchen met de telefoon. Moet eens kijken. Dit gaat mooi. He? Nou, dit was onze salontafel Tosca. En die heb ik al eerder laten zien. En ook deze meubels al. En
Eens kijken hoe mooi alle haveren in massief notenhout. Echt een pronkje. Echt een pronkje. Een tv-kast, een tv-kast, een tv-kast. Het zijn allemaal bladen en moet je eens kijken, hè. Is dit niet mooi? De tafel fremd in noten, eiken. Hier hebben we dat mooie badmeubel, dat heb ik vorige keer nog in gehad. En nou, Jouke die is druk aan het lakken met een deensovale tafel. En hier alweer een stukje wat staan. Super blij mee. Nou, meubelmaker Jouke en Hart zijn alweer druk bezig met een stel nieuwe kasten. En hier ook een heel mooi dressoir. Meubelmaker Robbie die is ook druk bezig met een ovaalblad. Zullen we even kijken wat er in de machinale allemaal gebeurt nog. Hé? Nou, kijk en die palingteken weer. Hè? Hier hebben we alweer vier tafelbladen die straks naar de lijnpers moeten. En hier zijn ze alweer druk aan het schaven. Ach jong, moet je even kijken. Gaat zo mooi als wat. He, straks allemaal mooi verlijmen en klaar is Clara. Nou, we hebben vandaag weer heel wat tafels mogen verkopen en kassen uiteraard. En we hebben het daar vrij druk mee in de fabriek. Maar vergeet ook niet dat we het vrij druk op kantoor daardoor krijgen. Ik moet gewoon heel eerlijk zeggen, we zijn al met 2 maanden aan het programmeren. En hoe gaat het Max? Goed? Ja. Nou, dan moet je ook eens even kijken wat hij net weer heeft gemaakt. Hè? Kijk eens even. Voor een zomerhuisje, een vakantiewoninkje, heeft hij het zemmerhuske, het zomerhuisje, net gevreesd. En dan gaan we dit allemaal wit maken en daar mooi in lak. En ach jong, heel mooi. Nou, we zullen nou eens even in de fabriek kijken wat daar allemaal te doen is. Nou, en in de fabriek hebben we het ook hartstikke druk. Ja, je ziet 1, 2, 3, 4, 5 tafelbladen hersel weer in de lijnpers zitten. En Robbie die is druk bezig met een tafelblad om te kiepen. En die is druk aan het schuren. Nou, dit is de showroom. Zoals ik net al zei, we hebben vandaag heel wat tafels verkocht. En dat gaat hartstikke mooi. Dus nou, we zullen er even kijken. Ja. Ze hebben net deze tafel in de monocoat gezet. Rubio monocoat. En dit is de afwerking Mud Light. En dat zie je, hè, dat daar een grijze tint in zit, hè, in zo'n tafel. Hij moet nog wat uitharden, maar hey jong, dat is helemaal goed. Onze Jouke die is alweer druk bezig met een nieuwe ovale tafel. Deze komt in de schildplak te zitten en het is de ene naar de andere tafel op dit moment. Onze Marco die is druk met een dressoir bezig. Hij heeft net met onze meubelmaker hard deze tv-kast in elkaar gezet. Dus kijken, hè? Mooi met paneeltjes. Hij is nu druk bezig om die laderrails te monteren, zeg maar. Kijk, daar hebben we dan zo'n Makita'tje voor. Heel prachtig. Nou, er zit nog een massief eikenblad in zo'n pers. En als je daarna gaat, dat kan er ongeveer pak een beetje zit dat er een half uur, drie kwartier ongeveer in. En dan gaan ze door deze grote jongen. Deze schuurmachine die is net wat groter dan 1,30 meter breed in centimeters. En hier kunnen we in principe 3/4 in één keer mee schuren. En dan is die gewoon hartstikke vlak. Ja, dat gaat zo mooi wat jong. Hey? Morgen vroeg dan zullen we waarschijnlijk deze die ze net hebben gelijmd eruit halen. En, nou ja, en dan maar verrezen weer op een CNC-machine. Nou, mooi. Nou, ik ben vandaag zelf even aan het CNC verrezen. En we zijn met de laatste poot bezig. Van een heel mooi pootonderstel. Dus 8 centimeter dik. Zie die vorm eens. Hè? Mooi ovaal in het midden. En ik ga je straks meer over filmen. Ik denk, laat maar even het CNC-werk zien. Nou, daar is de stofcontainer ook alweer. De stofcontainer wordt hier ongeveer 1 keer in de maand vervangen. Een 30 kuper volgens mij is dit. En
Je ziet daar dus de afzuiging en dan hier die buis en daar zit ergens die aansluiting straks, zeg maar. En ja jong, zo wordt het stof weer voor een goed doeleind gebruikt. En dit bedrijf maakt dan pallets, eiken pallets voor de kachel, zeg maar. Dus uiteindelijk is zelfs onze reststof, dat is dan uiteindelijk, ja, dat wordt weer gebruikt, om het zo maar te zeggen. Hè? Kijk, een van de meubelmakers die kijkt even achter, dat die afzuiging goed erin komt. Er zit ergens een gat in die container en daar past hij dan precies weer in. Nou goed, ik denk dit film ook even. Wel even leuk, hè? Onze meubelmaker Marco die heeft inmiddels alweer een zwevend tv-meubel klaargemaakt. Met zo'n ophanglat, hè? Zie je hier, die past hier heel mooi hieronder. Die kun je hem zo opzetten. En met één mooie plank als het ware, waar dan weer drie kleppen in zitten. Hey, jong, dat werkt me hartstikke mooi voor mij. Dit zo niet. Dit is een lade. Ja. En dan meen ik dat dit een klep was. Kijk hoe een mooie scharnier dat we daar tegenwoordig voor hebben. Hè? Dat is mooi. Ja, met zo'n ja, softclose opvanger, om het zo maar te zeggen. Hè? Dus dat hij niet meer dieper gaat. Maar dat gaat heel mooi, hoor. Kijk, gewoon met een drukstift. Het werkt perfect. Echt. Nou, onze Jouke is daar verderop nog met een tv-kast bezig. Werkt ook hartstikke mooi. Nou, mooi. Nou, goedemorgen. En ik zou zeggen, dit keer even een stukje over onze BS CSE-machine en het programmeren van traptreden. En we hebben vandaag heel veel te programmeren. Ook onze Max is druk bezig met allemaal kasten. Ik ga vandaag allemaal traptreden programmeren, een stuk of 146 stuks voor één metaalbedrijf. En dat ziet er zo uit. Hier zie je bijvoorbeeld één bord. En dit bord, daar heb ik dan weer twee traptreden met een dubbele slijtstreep. Hè, slijtstrip, ik moet beter praten. En dat zijn van die rubberen slijtstrippen. En die gaan we dus nu even programmeren. Ik heb in principe al het gereedschap er al aan gehangen. En wat we nu doen, kijk. Ik zet nu als het ware met de hand. Dat kan ook automatisch, maar ik doe dit liever met de hand. Zet ik nu de cups, zet ik nu te plek. Kijk, en je ziet dat hij nu rood is. En dan zegt hij, ja, mijn jongen, dat kan niet. Kijk, en dan wordt hij weer grijs. En dan, ja, is die dus klaar voor, of tenminste, dan kan die gezaagd of gefreesd worden. Nou, we hebben de Nodri hierboven en daar hebben we Nodri complete balken, maar die hebben we niet nodig dit keer. Deze serie, dat is een 72 stuks van dezelfde traptreden. In totaal moeten we 146 traptreden frezen dit keer voor deze klanten. En kijk, we zetten even de balken even wat netjes neer. Nou, en wat we vervolgens doen is, hierboven zit een button. Kijk, en dan krijg je de complete machine ervoor. En wat we dan doen is, we gaan nu dat knopje. En die zorgt er in principe voor, kijk, hij begint aan te lopen. En wat we ook nog kunnen doen is, dat we hem alvast op play zetten. En hij heeft dus voor twee traptreden met twee slijtstrippen erin, heeft hij dus 4 minuten en 58 seconden nodig. En waarom zo'n korte tijd? Nou kijk, dat kan ik ook laten zien. Kijk, het is omdat wij ze zagen. En waarom zagen wij onze traptreden? Nou, dat is eigenlijk heel simpel uit te leggen. Doe je dit met een schropfrees, dan heb je kans op die hoekjes van die traptreden, dat daar ja, hoekjes uitvliegen of splinters of wat dan ook maar. En dat heb je met de zaag namelijk niet. De zaag die gaat er overigens twee keer doorheen. Ja, hij gaat nu voor de tweede keer gaat hij dus deze ene saarsnede maken. Kijk, en dat doet hij op de helft. Dat kun je straks zien, moet je maar opletten. Kijk, moet je eens even kijken. Kijk, hij zaagt nu ongeveer op de helft. Zie je dat? Kijk, en dan zakt hij en dan pakt hij de andere helft. En waarom doen wij dat op deze manier? Dat is eigenlijk om beide kanten splintervrij te houden. Nou, ik ga hem even versnellen. Even kijken. Huppatee. En dan zaagt hij die nog even.
Hij zaagt hem netjes op maat. Kijk, en nu doet hij de slijtstrippen er nog even in. Zie je dat? Dubbele slijtstrip. En dat gaat zo mooi als wat, jong. Nou, kijk. En er zijn er weer twee klaar. Hoe eenvoudig kan het zijn, hè? Nou, en dit noemen ze dan simuleren. Dat was even een hele mooie uitleg even over hoe wij hier traptreden, programmeren en dat soort dingen. En straks op dat grote apparaat gaan frezen. Ik neem jullie nu even mee met het maken van een hele mooie ovale notentafel. Die we voor de brandweer hebben gemaakt. En het is een heel spectaculair stukje. Dus ik zou zeggen, kijk en geniet van het maken van een hele mooie brandweertafel. Deze YouTube-serie laten we u achter de schermen kijken bij Meubelfabriek Westra door de ogen van het personeel. In de vorige afleveringen hebben we het gehad over de sociale duurzaamheid, identiteit, ambacht en de geschiedenis van onze meubelfabriek. In deze spectaculaire aflevering gaan we een tafel maken voor de brandweer van Burgum en nemen we u mee in dat proces. En zoals bij ieder meubel begint dat hier, bij Jeffrey. Het proces... Van de tafel, het begint altijd bij mij. Pak mijn hefboom, pak ik het hout. Er zijn wat noetjes tussen. Goed, die haal ik er dan even tussenuit. Dat schot ik op maat. En wanneer dat klaar is, gaat die door naar de vlakbank. En dat is een schaafmachine waarmee je dus het hout keurig mooi recht maken kan. Goed, wanneer dat proces klaar is, gaat het weer door naar de gedekte bank. Dan wordt het op de juiste dekte geschaafd. De tafelbladen worden op 43,5 mm. Geschaafd, zodat het later geschuurd wordt tot 40 mm. En op de vlakbank maak ik de zijkanten mooi recht, dat het mooi naadloos in een lijnpers geperst kan worden door de collega Max. Vanaf het eerste moment dat mijn collega en ik een voet over de vloer zetten bij Feiko, en we stelden de vraag: Feiko, wil jij een mooie tafel maken voor de brandweer? Nou, het woordje brandweer gaf hem een big smile en volgens mij was het een toverwoord. Want we konden eigenlijk niet meer weg. Hij was dol enthousiast. Hij zou en moest de tafel maken voor brandweer Burgum. Als Jeffrey alles geschaafd heeft, dan komt het naar mij toe. In dit geval heb ik het samengelijnd met Jouke. Met de brandweertafel. Deze was zo breed dat hij niet volledig in één keer door de breedte van de schuurmachine kan. We hebben hem in twee delen gelijnd. Dan schuren we hem ook in twee delen, maar wel op dezelfde dikte. Die met lijntangen vast heb gedaan, die ijzeren balken. Dan doe ik de druk erop. Dan perst hij het aan, zodat er geen naden in het blad komen. Tussen 30 minuten, uur, dan is de lijm ongeveer droog. En dan ga ik naar de schuurmachine toe. Dat we klaar zijn met het blad op dikte te schuren, dan gaan we weer naar de lijnpers. En dan lijmen we in de lijnpers de twee delen weer op elkaar tot één breed groot geheel. Na dit punt zit mijn werk erop en hierna gaat het blad naar interieurbouw Burgum om met een CNC gefreesd te worden. Maar voordat we naar interieurbouw Burgum gaan voor het infrezen van het brandweerlogo in het blad van de tafel, gaan we eerst kijken hoe de brandweeroefening bij ons in de meubelfabriek is afgelopen. Thank you.
Gat, dit is er net al jongen. Het hele ding in de fik staat. We zullen hem in de olie zetten. Ja, maar dit ding, die kan nou wel goed, dat kan niks met mij. Oh. Ja, dat slaat als dit net. Ik zal je wel vertellen wie mij ze een hele zwartepoort voor zet je vertellen. Dat geef het dan, dat weet ik wel. In de brand, uit de brand. Nou, dat bedoel ik. Hey. Jim, worden bedankt. Graag gedaan. We hadden het idee dat, of hij had het idee om de poot, die moest zwart. Ja, toen, ja, hoe kun je dat het beste doen? Dat is in de fik steken, want dan wordt hij wel zwart. Dus hij kwam met het idee en we hebben een oefening gedaan bij jullie bij Feiko op de fabriek. En nou, de situatie hebben we daar zo gecreëerd dat die poot in de brand stond. Nou, in dit filmpje hebben jullie kunnen zien hoe we dat hebben geblust. En misschien ook wel hoe we hem hebben aangestoken, want dat was ook een groot spektakel. Ja, toen is die poot gewoon gebrand. Nou ja, hoe mooi en hoe toepasselijk is dat wel niet, dat deze tafel op een gebrande poot staat. Voordat we ontdekken wat voor wilde plannen Feiko heeft met deze tafel, laat Jeroen zien hoe hij deze poot heeft gemaakt. Jeffrey en Max hebben het onderdeel klaargemaakt voor de grote poot van de brandweertafel. En nu ga ik ermee aan de slag. Nu ik het heb uitgezaagd op de lintzaag, ga ik met de invalzaag aan de slag om het precies op maat te zagen. Nu ik de onderdelen klaar heb, zet ik er domino's in. Die zorgen voor de verbinding, zeg maar, dat ik het twee delen kan maken. Want je hebt, bij ons heb je twee verschillende soorten. De 4 cm poot en de 8 cm poot. Maar omdat het zo'n grote tafel is, gebruiken we hiervoor de 8 cm poot. En nu ik de domino's erin heb gefreesd, pers ik de twee delen tot één geheel. Nadat ik dit heb gedaan, is in principe bijna de poot klaar. Alleen ik moet nog even een sleuf erin frezen, zodat de twee delen precies in elkaar vallen tot één geheel. Nadat ik de grote poot klaar heb, begin ik aan de kleine pootjes. Nou, toevallig hangen ze hier. Dat komt er ongeveer zo uit te zien. Zo erheen. Wacht, zo te zien. Nadat ik alle onderdelen klaar heb, zeg maar, ga ik naar de lintzaag toe om ze, nou ja, ongeveer op maat te zagen. Nadat ik deze poten klaar heb, of tenminste gescheurd, ga ik eerst naar de formaatzaag toe om de kleine poot precies op steekje te zagen. De dominofrees komt er weer aan te pas. Er komen schroefgaatjes in met schroeven en verbind ik het weer tot één geheel.
Nadat de kleine pootjes droog waren, zeg maar, heb ik alle onderdelen, inclusief de grote poot, de kleine poot, allemaal opgepoetst, scherp eraf gehaald. En heb ik dat tot één geheel samen met de meubelmaker Sieber gelijmd en is de poot in principe klaar. Normaal gesproken wordt hij hierna in de olie of de lak gezet, maar Feiko had een geweldig idee om de poot in de brand te steken. Mijn collega's klaar zijn met het spelen met vuur, is het aan mij om de rest van de poot te branden. Naast dat je met het branden natuurlijk een hele mooie zwarte kleur krijgt, heeft het ook nog een praktisch voordeel. En dat is dat je de nerven dicht brandt, zodat het in principe waterdicht wordt. De poot zal geen of minder vocht opnemen en daardoor heb je dus ook minder kans op scheuren. En daarmee is de poot klaar. Het enige dat nog moet gebeuren aan deze tafel is het blad. Die zal worden ingefreesd bij interieurbouw Burgum. Samen met Feiko ben ik daarheen geweest, zodat jullie hebben kunnen laten zien hoe dat in zijn werk gaat. We zijn vandaag bij interieurbouw Burgum en we staan hier bij een heel groot noten, een massief notenhouten blad. We staan hier op deze CNC-frezen en dan laten we u verrassen straks. Ik vind het al heel mooi. Nu interieurbouw Burgum de letters en het logo van de brandweer heeft uitgefreesd, nemen wij het tafelblad mee terug naar de meubelfabriek en kan het allemaal worden ingelegd door Jeroen. Vandaag gaan we echt die letters gaan we inleggen, zeg maar, met eikenhout. Het is een walnoten blad en Jeroen is al druk bezig de restantjes er wat uit te halen. En ja, we zullen zien hoe het hier vandaag gaat. Ik zal even een klein beetje meehelpen eerst. Dat is goed, dus Robby die helpt straks Jeroen. En dan gaan we zien wat het gaat worden straks. Het ontwerp. En als je kijkt naar het logo, ja, hij vlamt gewoon uit de tafel. Nou ja, en er zit gewoon zoveel vakmanschap in. Kun je gewoon helemaal terugzien in de tafel. De brandweerslang loopt uit het logo en komt uit in een spuitstuk. Ja, het is een prachtig ontwerp. De tafel is echt heel mooi geworden. En ik denk dat, net zoals de bar, deze tafel vele verhalen gaat horen.
Nadat Feiko en Jeroen de lijnen hebben ingekleurd, kan het blad door Jouke in de olie worden gezet. Zoals met alle notenhouten tafels gebruiken wij hiervoor Monocoat Pure. Deze twee componentenolie laat het notenhout prachtig tot zijn recht komen en zorgt voor een sterke afwerking waar je weinig onderhoud aan hebt. Toen kwam het proces dat de aflevering kwam. De tafel was klaar en ik kreeg al wat foto's. Want ik had het voor de rest van iedereen stilgehouden. En we hebben een afspraak gemaakt om na de zomervakantie even een gezellig samen zijn te doen. Hier op de kazerne waar dan ook de tafel gebracht zou worden. Ja, maar dan moest die wel even onthuld worden. En ja, dat kon eigenlijk niet anders dan door de burgemeester van Tietjerksterdiel, meneer Gebben. En volgens mij was die ook gelijk bereid om te komen. En die is op een donderdagavond hier gekomen na de vakantie. Die heeft in het bijzijn van het personeel van Meubelfabriek Westra en het bijzijn van bijna het voltallige brandweerkorps hier, heeft hij de tafel onthuld. Ik weet dat Feiko die bellen, nou, die op een bepaalde manier kwam bij me. Ik krijg daar niet meer noemen, want dat gebeurt me niet te vaak als er mee hamert. die kwam bij me, ik zei, was zo die tafel onthullen? Ik zei, dat wil ik altijd wel, want in CLC zei, wat er zit, het is voor mij een overeenkomst tussen Feiko Westra en Jimme, namelijk vakmanschap. Maar Feiko weet ook dat het vakmanschap van wat hij doet en zijn mensen, dat ben ik nog ontierig grutskop. En ik heb ook materiaal van hem in mijn kamer, daar ben ik, zit ik elke dag maar heel veel vanochtend om te werken. En toen ik hoorde dat Feiko deze tafel hier leverde, mocht ik, wauw, wat is dat geweldig. Een eigen ondernemer van een eigen brandwacht, hoe mooi kan het wezen. Dus die vakmanschap, Jim vakmanschap, het vakmanschap van Westra Meubelfabriek, ja, ik vind het geweldig dat dat dus bij elkaar komt hier. En ik mooi dat je hem dat in haalt, want het hier oorskind en het hier IKEA tafel komen kind, maar dat zit natuurlijk lang zo mooi uit als het spul wat je dadelijk hebt. Laat het volgende hier weg. Ja, precies. Ja, wel gehaald. Maar wij hebben met die heren ons wel een fijn kan. Ja, zijn we kleed er al ook dan Kim XN. Het bekend woord voor Vrommelie Draag of nee? Ja. 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 Even een heel mooi stukje, denk ik, over het maken en het leveren van die bijzondere, ja, ovale notentafel met al die details erin van de brandweer hier in Burgum. Het was overigens een video uit 2021, dus die circuleerde al een tijdje rond natuurlijk, ook op ons kanaal is deze te vinden. Daar kun je namelijk de hele versie vinden. Met de hele openingsserie en einde en weet ik het allemaal. Maar ja, ik dacht, ik wil hem even in deze video hebben. Want ik vind het gewoon leuk om dit soort dingen te laten zien wat we hebben gemaakt. Dus ik zou zeggen, we gaan de fabriek straks nog even in. En dan is het bijna weer bouwvak, jongens. En dan heb ik 2-3 weken, zeg maar gerust 3 weken, heb ik weinig content natuurlijk. Want ja, de fabriek is dicht. En dus... ja, dus dan zullen jullie ons even moeten missen. Maar na de bouwvak zijn we weer terug. Want we gaan lekker door op onze eigen manier namelijk. En ik trek me niets aan wat een ander zegt over het vloggen. Hoe ik het doe en wat we doen. We gaan lekker onze eigen weg hiermee in. En we hebben inmiddels al meer dan 3000 abonnees. En daar zijn we best wel trots op. Dat hadden we niet verwacht overigens, moet ik wel zeggen. En het groeit nog steeds. En, dus dat is wel een teken dat we het op een of andere manier goed doen. Want anders dan abonneert niemand zich op ons, zou je zeggen. Maar goed, we gaan de fabriek nog even in, jongens. Hey. Nou, een van de meubelmakers is druk bezig met die hele mooie poot. En ik heb hem hier even uitgezet, moet je even kijken. Hey? En
dat deel en dat deel, dat had ik op een video op een CNC laten zien. Hè? Een heel klein stukje. Deze heb ik ook op een CNC gefreesd en die ook. En uiteindelijk, dit hebben ze dan met de formaatzaag gedaan. En kijk, hier komen ook die domino's in. He, dat is even puur voordat hij, ja, het is lekker sterk, maar hier komt toch nog een regel onder. Maar uiteindelijk dan, ja, wordt dit dan straks een hele mooie poos. Moet je even kijken hoe mooi dat lijkt met dat ovaal, hè? Prachtig, of niet? De meubelmaker is nu druk bezig om hier allemaal klosjes in te maken. Dan kan hij hem straks lijmen, zeg maar. Dat doet hij daar en daar ook. En ja, uiteindelijk wordt dit een hele mooie poot. En die gaan we na de bouwvak, gaan we deze ook natuurlijk filmen. Dat hij mooi in elkaar zit. En hier komt overigens een boomstamblad op. Met ook nog insteekbladen. Dus best wel leuk. Maar goed. Een van de meubelmakers is druk nog aan het schaven op een plakbank. En dat gaat hier hartstikke mooi door. Want we zijn als druk aan het lijmen op de laatste dag voor de bouwvak. Ze hebben hier alweer een complete kastje, of kast gemaakt. En nou, we even doorlopen. We gaan straks alles schoonmaken. Ze hebben daar verderop allemaal tafelpootjes hebben ze klaargemaakt. En onderslagen voor 7 tafels. En dit zijn allemaal pootjes om het zo maar te zeggen. En daar liggen al die bladen klaar. Dat is ook weer voor een serie. En dan moeten ze na de bouwvak ja, direct weer 8 van die bladen maken. Weer voor dezelfde klant, zeg maar. Ah jong, dat gaat zo mooi als wat. He? Nou goed. Zullen zien dat we straks nog wat kunnen filmen en dan is het weer einde verhaal. En dan, ja, dan gaan we over 3 weken weer heel veel mooie content maken. Want er komen zoveel mooie meubels aan, waaronder 2 hele grote keukens. Een mooie grote wandkast, echt heel bijzonder. En ja jong, formaatzaag. De meubelmakerij maken ze de laatste hand af aan veel kasten en dat soort dingen. En we zijn vandaag de hele dag te bezorgen. Nou goed. Nou, ik sta nu even in de expeditie. En ik heb hier 3 tafels heb ik hier naast elkaar gezet. En ik wil jullie juist even laten zien wat het verschil is tussen mijn Le Havre ontwerp uit 2003. He, met die, echt met die gebogen mooie lijntjes. Of gebogen, echt met die mooie strakke lijnen. En wat je tegenwoordig heel veel ziet bij bijna elke winkel, zo'n matrixpoot van 10 bij 10 of wat smaller, 8 bij 8. En ik wil jullie nu eens even laten zien wat het verschil is. Dus ik draai even de... En moet je eens kijken. Dit is onze Le Havre eikenhout. Onze Le Havre notenhout. Kijk, en daar zie je... Ja, ik zeg wel eens wat de... versie als het ware die je in elke winkel ziet, dat is de tafel cruz, zo noemen wij het. Omdat we er veel vraag naar krijgen, verkopen we ze. Maar dat is het ware het origineel van meer dan 20 jaar geleden. Toen bestonden deze hele kruispoottafels nog niet eens. En het is wel gek eigenlijk. Hè? Maar dit, hè, deze 2 jongens, dat zijn echt mijn baby's, zeg ik wel eens. Je ziet het ook terug weer in ons logo van het bedrijf. En, hier zie je dus die vorm dat hij echt naar een punt toe trekt. En dan weer zeg maar helemaal zich uitstrekt naar het einde van zo'n tafelblad. Kijk, en dat is met zo'n simpel onderstel. Ja, recht toe, recht aan. Het wordt in elkaar gebakken, gepoederkoten en klaar is Kees. Maar ik vond het wel even grappig om ze zo eens even te laten zien. Hé? Maar goed. En dat geflikker krijg je hier bij de meubelfabriek gratis bij in deze vlogs. Maar er worden wat gemaakt zeggen. Het is onvoorstelbaar. Hé? Ik heb in de vorige vlag deze prachtige mooie onderstel laten zien in notenhout. Eens kijken. Dat niet wat bijzonders met dat kruis en zo even met dat scherpe balkje. Ja, prachtig jongen, echt. Maar goed. We zijn nu even bij meubelmaker Marco. En we zijn voor de laatste dag voor de bouwvak. En moet je eens even kijken. Dit is massief eikenhout. En Marco zet nu... de kastjes en de legplanken zet hij nu in de, ja, in de hoe noem je dat ook alweer? Goh, ik ben helemaal de tel kwijt. Dit is als het ware een soort bijt.
En ik heb zin in vakantie, dat zie je wel, denk ik. Maar dit is een pre-color. Een soort bites dus. En na deze laag, die hij nu ook aanbrengt, zeg maar, met een kwast en met een roller, gaan we deze nog met een pet gaan we deze lichtjes opschuren. En dan komt er nog een soort white kleur overheen. En dan heb je echt het effect. Je ziet het nu al heel op camera. Ja, lijkt het niet zo mooi als trouwens met het blote oog, moet ik zeggen. Maar hier zie je nou heel mooi de nerven allemaal in. Zie je dat? En toch geniet je van een hartstikke witte uitstraling. Ik heb deze kleur trouwens ook in de showroom op een tafel zitten. En ja, die wordt af en toe nog wel eens even verkocht. Het is alleen wat meer werk voor ons. Want we moeten natuurlijk die pre-color aanbrengen. En daarna moeten we die pre-color laten uitdrogen. Lichtjes opschuren. En dan nog weer met een witte kleur opbrengen. En dan krijg je uiteindelijk het... ja, het resultaat wat ik zelf wil, dat je dus gewoon wit eiken krijgt. En wit moet ook wit zijn, vind ik. Niet een half beetje. Mooi. Nou, de laatste loodjes nog even. En daar zit mijn vrouwtje. Hoi, hoi. We gaan eens even de fabriek in nog, jongens en meiden. En zullen we eens even zien wat ze allemaal nou doen. Dan gaan wij afsluiten. Kijk, jouw keer is al druk bezig aan het schoonmaken. Hey. Max die is druk bezig om een hele CNC schoon te maken. En hij is in principe nog helemaal als nieuw. Moet je nagaan. Hè? Moet je kijken. Als zo'n ding schoongemaakt wordt, hoe mooi die na 2 jaar nog is. Onze Marco is nou druk aan het schuren samen met nog iemand die ervoor staat. Hey, allemaal panelen. Dan kunnen ze na de bouwvak kan Max direct frezen. We krijgen ook straks nog heel veel traptreden. Nou, pootjes hebben ze inmiddels mooi verlijmd. Eens even kijken, hè. Oh, dit gaan we naar de bouwvak, gaan we deze hele mooie tafel gaan we die filmen, hoe die afgemaakt wordt met 2 insteekbladen. Echt jong. Nou. Oh, dit was alweer de 26e aflevering van de Wieken van de Westra's. Oftewel, de Week van de Westra's. En 26 weken alweer. Hè? Dus dat is onvoorstelbaar. Maar wat hebben we in deze video weer mooie dingen laten zien. Waaronder de brandweerfilm. We hebben heel veel freeswerk laten zien. Leuke dingen. We gaan na de bouwvak, want het is nu bouwvak. We gaan na de bouwvak een hele mooie tafel laten zien. Daar heb ik al een poot heb ik even laten zien. Hè? Hoe we dat in elkaar hebben gezet en dat soort dingen. Maar... ja jongens, het is bouwvak. We hebben 3 weken vrij. En dat wil zeggen dat we 3 weken geen De Wieken van de Westra's hebben. Helaas, ik denk wel eens een keer een short of dat soort dingen. Maar wij gaan op vakantie. We zullen hier zeker wel eens een keer op een avond of op een dag nog zijn. Maar ja, voor het eerst zou ik zeggen van een fijne vakantie iedereen. Wij hebben bouwvak en ik zou zeggen tot de volgende keer. We'll be right back.